Tak, ook is stilaan aan de beveiligers en renners die onderweg met aan. Dames en heren, de volgende rustzone is vanaf de plaats 3.
Wir haben jetzt 4 Runden, aber wir haben jetzt 6 Runden in der Frage.
Ja, dat is wel goed.
Laatste ronde nu rijden.
te maken om hem te onthalen met een fantastisch applaus. Want hij heeft echt wel een dijk van de wedstrijd gereden. Hier komt de winnaar, de man die deze double cyclocross op zijn naam gaat schrijven, dames en gentlemen. Een applaus voor Glenn Sluis, dames en heren. Naar de overwinning in deze double cyclocross. Glenn Sluis is dat. Ja, en de wedstrijd heeft hier gereden zich. Vanuit de achtergrond moeten terugkomen. En nu, ja, hij kan er haast een ereronde van gaan maken. Dan gaan we naar Jim Marion. Dat is de man op de tweede plaats. Ook hij lijkt dus stilaan maar zeker, zeker te zijn van die tweede plaats. Laatste ronde op voor hem. De bel die dus verklinkt voor Jim Marion. En daar nog een middeldout voor de man op plaats 3, voor Tim Kusters. Maar ook hij, ja, weet dat zijn voorsprong gelijk toch groot genoeg is om die derde plaats te gaan bezilveren. Laatste ronde ook voor de man op plaats 3, voor Tim Kusters. Laatste ronde nog voor de man op plaats 4 nu. Laatste ronde voor Christophe van der Heijden. Dan hebben we nog een foto van Robin Kedis. Dan Chris van Houten onder andere. Dan hebben we Stefan van Duijssen. Dan een foto van Peter Bijloos van de Sport en Moerkijk. Laatste ronde nu ook voor Robbie Cox. Naar Marco van der Heijden. Tijd gereden. Hier komt de winnaar. De man die deze double cyclocross op zijn naam gaat schrijven, dames en gentlemen. Een applaus voor Glenn Sluis, dames en heren. Dan gaan we naar de man die op weg is naar de tweede plaats. Dat is dus Jim Marion. Ook hij zeker en vast een knappe wedstrijd achter de rug. Voilà, daar komt hij. Tweede plaats voor Jim Marion, dames en heren. Ja. En dan gaan we naar de man die het podium gaat vervolledigen zo dadelijk. Dat is dus Tim Kusters, podium vervolledigen. Hij is op weg naar plaats 3. Hier komt hij, Tim Kusters. Thank you.
goed. Hier gaan we de finish krijgen van de man op plaats 4. Dat is Joost van der Heijden. Dan krijgen we de aankomst nu van Chris van Houtven. De finish ook van Peter Pijners. De zon kan er niet, maar het is toch fris, hè? Ja, maar kom goed. Uitgenodigd richting de start. Zij gaan eerst en vooral een verkenningsronde afwerken onder begeleiding van Eddy en worden uitgenodigd richting de start. En hier nog de aankomst van onze man van Beva Plus, de laatste meters. En dan zit zijn wedstrijd erop. Knap gedaan, Iwan. Volgende, ik moet naar binnen komen voor de verkenningsronde. Nee, op, dat is een zondag via hem. Nee, via die dag. Ja, ja. Dus de 8 en de 9-jarigen die werden uitgenodigd richting de start. Nog eens zeggen dat zij dus eerst en vooral een verkenningsronde zullen afwerken.